mij followen kunnen jullie zien hoeveel mensen er momenteel kijken. Dus dat is ook op zich wel leuk eigenlijk. Dus ja, nu kun je ook precies zien hoeveel mensen er kijken. En voor de mensen die nog vragen hebben omtrent mijn greenscreen en Steam PC. Nou, mijn Steam PC heb ik zo goed als eventjes... ik zet even pauze hoor. Zo. Mijn Steam PC, daar heb ik een videokaart voor besteld. Dus dat is nog eventjes onderweg. Dus daar wacht ik nog heel eventjes op af. Mijn greenscreen heb ik hier een klein beetje opgegeven. Want ja, dat gaat niet helemaal goed in het kleine kamertje en met belichting. Dus ik moet dat mee wachten totdat wij in ons volgende huisje zitten. Ja, mijn Steam PC staat nu nog een beetje als oud roes naast mij. Maar het punt is, er komt een videokaart voor binnen. Dus dan zal het dus een heel stuk beter worden. En ja, dan ben ik van mijn plan om, misschien met een beetje meer kwaliteit te kunnen streamen. Hoezee, full HD, olé. Goed, goedemorgen meester. Door het Winterse land rijd je vandaag met de trein 30930 van Winterswijk naar Arnhem. Laat de passagiers instappen en vertrek op 8:50. Succes! Nou, dank u wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Even een pauze afhalen alsjeblieft. Dank u. Even de deur open. Attebe. Frontzijnen. En dan even kijken. Volgens mij staan de koersborden trouwens al goed. Even checken voor de zekerheid. 8. Even kijken. Ja, Arnhem. Oké, die staat al mooi. Goed. Even zien. Oh, wat dichtbij. Zo. Oké, oké. Welke videokaart? Ik gooi er een gigabyte. Gigabyte 1050 GTX dinges single fan CPU kaart dingetje ga ik erin gooien. Volgens mij is de Lintercore bij DTG. Ja, maar dat is wel een hele slechte versie om het zo te zeggen. Ik zal je wel die van Railtraction aanraden, niet die van DTG. Ik kan me niet voorstellen dat we nu 96 viewers hebben, of wel soms. Gaan we nou echt vertellen dat we 96 viewers hebben, of Steam Labs is gewoon kapot? Eén van die twee. Maar ik ga nooit geloven dat we 96 viewers hebben momenteel. Eens even kijken. Daar klopt vast helemaal geen s'nachts van. Nee, dat dacht ik al wel. Wel! Ik heb 96 viewers! What? Oké! Okay. Allemaal welkom! Goeiedag zeg. Oké, okay, welkom allemaal. Leuk. Goeiedag zeg. 100. Ah! 100 hype. Oké. Okay. Oké, okay, we hebben 100 gehaald. Woehoe! Nieuw record. 108. Wat? Oh jee. Er komen steeds meer mensen bij. Hallo. Komt dat het hele oosten van Nederland aan het kijken is? Ja, het hele oosten die kijkt naar mij inderdaad. Wat een volk. Nou. Wees van harte welkom allemaal en ik hoop dat jullie heel erg veel plezier hebben bij de livestream van vanmiddag. Voor de English people, welcome and to a Sunday livestream of Train Simulator 2017. We're driving today from Winterswijk to Arnhem with a DM90. En nu weer naar 94. Maakt niet uit! Oké. Twitchy is een beetje weer Twitchy aan het doen. Twitchy is weer Twitchy aan het doen. Laten we daar even dus op houden. Dus, eens even kijken, we mogen zo meteen vertrekken. Oh ja, dat mag inderdaad niet helemaal, hè? Dat vind ik niet fijn. Nou ja, maakt niet uit. Dan krijg je een pan van buitenbord. Ja, daar kan ik op zich een klein beetje voorstellen dat hij dat doet. Goed, de deuren gaan dicht. Ik haal even mijn muis uit beeld. En richting schakelaar naar voren. En uiteraard gaat het natuurlijk net weer regenen. Fijn is dat. Twitchy doet weer Twitchy. Koploper, jij beheert ook Nightbot. Twitchy dus doet Twitchy. de moderators van Nightbot, dat zijn Koploper Mau, Rupke en... even kijken, wat hebben we nog meer? Rupke en... X-Shooter volgens mij ook nog, dacht ik. En Rob Jansen. Ja, blame Twitch inderdaad een beetje. 132, oké. Nou word ik een beetje suspicious. Dan word ik wel een klein beetje suspicious, 132 viewers. Weet je, als ik het straks in mijn statistieken terugzie, dan vind ik het allemaal prima. Hey Alan. Ja. Jappie Nebu, ik heb geen idee wat er aan de hand is. Maar Twitchy deed gisteren ook al een beetje Twitchy.
Dit is ook de Dust Dog Gamers. Dat klopt inderdaad. Ik ben nog geen moderator in jouw Nightbot. Huh? Goedemorgen, dames en heren. Welkom in de stoptrainer Arnhem. Onderweg gaan we verder voor u stoppen te Aalten, Varsseveld, Terborg, Gaanderen, Doetinchem, Doetinchem de Huut, Wehl, Didam, Zevenaar, Duiven en Arnhem-Velperpoort. Hey, dankjewel voor de omroep. Ben je nog geen moderator? Ik dacht dat... ik dacht dat ik jou had toegevoegd namelijk daarin. Maar dat moeten we misschien later nog eventjes doen. Maar Rob Jansen kan hem sowieso beheren. En ik dacht dat ik jou had toegevoegd, koploper. Dat dacht ik echt. Omdat ik jou toen een keer om dat nummer heb gevraagd, hè. Dus, nou. Bij Rob Jansen was echt geniaal. Eén keer was je wel mod, en dan was je geen mod, en dan was je wel mod, en dan was je geen mod, en dan was je wel mod, en dan was je weer geen mod. Ja. Dat staat ergens in jouw Nightbot-dinges. Maar dan moet ik even live, na de livestream doen. Dat kan ik niet tijdens de livestream doen, helaas. Yep, ik heb het inderdaad gezien, Dutch Dog Gamers. Chris is bezig met de firma. Dubbel M. Klopt inderdaad. En Jappie Nijboer trouwens, bedankt voor de host. En aan alle anderen natuurlijk ook nog bedankt voor de host. Dat was natuurlijk Bliefiebot, mijn trouwe helper. Die ook heel erg strak kan zeggen bedankt voor de host. Dus dat scheelt ook weer. Daarvoor gebruik ik mijn streaming PC momenteel. Daar staat Ankerbot op. Dus ja, dat kun je dan. Ankerbot is mijn trouwe hulp naast de moderator. 233, dat geloof ik niet. Anders, ik denk gewoon jongens, Twitch is weer een beetje Twitch aan het doen. Laat het gewoon zitten, denk ik. Ik weet niet wat er met Twitch aan de hand is. Gisteren waren er ook al een beetje wat problemen. 260. Jongens, ik ben beroemd. Hey Daniel, is alleen maar goed voor je route dit, of niet soms? Als daadwerkelijk 260 mensen naar mij kijken, dan is het heel goed voor de kijkers. Ja, het is gewoon een Christmas miracle volgens mij. Maar goed, we zijn nu momenteel op weg naar station Aalten. We zijn net vertrokken uit station Winterswijk. En we rijden met deze mooie DM90. Een van de traagste treinen die wij hier in Nederland hebben, helaas. Inderdaad, 1 miljoen kijkers. Succes daarmee. Ik ben een BN'er. Kijk aan, daar kun je het ook mee doen, toch? Nou, we rijden soms in 100. Ja, ik denk dat het ook zoiets inderdaad is, Trein Maurits. Ik denk niet dat ik op zoveel zit als wat Twitch weergeeft. 203 is op naar de 300. There we go. Dat is dan wel heel erg bijzonder. Terwijl, kijk, bovenin staat dan wel netjes 139. Dus ik weet niet, misschien dat Steamlabs beter is wat mijn viewers zijn dan dat Twitch dat weet. Wil je nog met een GTW rijden? Dat heb ik heel lang niet gereden. TS Fan, ik moet even kijken of dat in de planning valt voor vandaag. Na dit scenario gaan we eerst nog een scenario van Koploper Mo doen op de Zuidwest-Nederland route. Dus dat gaan we dan eerst hierna doen. En de scenario's die we daarna pakken, dat moeten we nog eventjes kijken. 7. Tuurlijk. Dat zijn cijfers die ik direct geloof. En natuurlijk ben ik aanstaande dinsdag ben ik natuurlijk weer terug met Rob Jansen en met Rupke. In de Farming Simulator dinsdag, uiteraard. Die is er natuurlijk ook nog altijd. De Farming Simulator zal uiteraard weer op de dinsdag zijn. Dat is trouwens elke dinsdag. Elke dinsdag zit ik samen met Rupke, X-Shooter en Rob Jansen. Tuurlijk. Nou staan er een keer 223, uiteraard. Gaan we lekker Farming spelen. Dat is ook heel gezellig. Ja, dat is inderdaad wel een heel realistisch nummer koploper. Maar ik denk dat ik gewoon eens eventjes, naar de stream even in de statistieken ga kijken. En de statistieken zullen mij wel zeggen, denk ik, wat we daadwerkelijk hebben gehad. Ja, inderdaad, we gaan dinsdag weer lekker hard zaaien. Dus dat wordt ook heel erg gezellig, lekker hard zaaien. Even kijken, ik moet meer deze kant op zitten volgens mij. Zo. Dan zit ik een beetje in het midden namelijk. En dat gaat ook voor mijn microfoon. Zo, microfoon dat je eens met de kant ophalen. Ga je ook de BRR 650 van Christus kopen? Trein Maurits, ik denk het haast niet. Maar dat weet ik niet zeker. Moet ik eventjes kijken. En het is Shadow, goedemiddag. Leuk dat je er bent en welkom.
Regional, dat is de buslijn van dat is de buslijn van Apeldoorn, Zwolle via Vaassen, Emst, Epe, Heerde. Oké. We zijn trouwens bezig met een modeltrein voor Rob Jansen. Oh ja? Ga je Rob Jansen een modeltrein schenken? Of hoe moet ik dat zien? Oh ja, en voor de mensen die het nog niet helemaal hebben begrepen of hebben meegekregen. Je hebt tegenwoordig ook de mogelijkheid om op mijn Twitch kanaal te kunnen subscriben. Dat betekent dat je mij kunt supporten in mijn livestreams met een bedrag volgens mij van 5 euro, 10 en 25 of 15 en 25, een van die twee. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar ik ben nog aan het bedenken voor wat leuke chat-icoontjes, wat ik daarmee kan doen. En goedemiddag Tuscable Gamers, Wouter, welkom. Ik heb eens ruim 400 gehad, maar dat was omdat ik op de frontpage van Twitch stond. Oh ja, dat heb ik toen meegekregen, Rupke. Dat was echt cool. Dat is echt wel nice. Dat heb ik inderdaad wel een keer een foto van gezien. Nice. Ja, klopt inderdaad. Als je subscribe, dan is het inderdaad. Heb je inderdaad. Komt even een brainpower muziekje, komt eventjes. Dat klopt. Maar goed. Ja, inderdaad wat Rupke zegt. Je kunt dus voor 4, 10 of 25 euro per maand kun je dus mij supporten. En dat is geheel vrijwillig, is niet verplicht. Maar tot nu toe het enige paar voordelen die je hebt is dat je een paar commandos kunt gebruiken en dat je mee kunt stemmen in de Boob Replay, maar dat moet ik nog ook eens fixen. Dus helaas heb ik momenteel nog niet heel veel meer te bieden. Maar ja, wat een schijn dus, hè. Heb je dat uitgekozen? Nee, Wouter, dat heb ik niet uitgekozen deze keer. Dat is... Oh, we moeten even kijken of ik hier wel eerst het R kan rijden trouwens. Kan dat? Dat is wel een beetje krap zo, hè. Om eerst het R te gaan rijden. Komt vast wel goed. Dus nee, maar dit is een scenario van Mark A. Wouter. Dus dat weer heb ik hier niet uitgekozen voor vandaag. Dus doorgame is alleen in Photoshop. Ik denk dat ik een stukje gemist heb. Oh nee, ik zag laatst op de site van Nico Split... een eendelige DM90, ja. Dat is ongeveer hetzelfde als wat ik ook een keer tegenkwam op het internet. Hè? Dat was van een Facebookpagina die ook maar niet heel erg veel moet vertrouwen. Maar toen zag je een 20 decks firm. Nou ja, dat is op zich ook niet helemaal te geloven, volgens mij al wel soms. gaan we ook van Baan naar Utrecht doen vandaag. Rood, moet ik even kijken wat er allemaal in de dingen past vandaag, hè? In de stream. En dan krijgen die arme mensen die geen geld hebben voor jouw subscriben ook de kans om met alle machtige haatzaaien bliefjes te spelen. Ja, wie weet, hè. Het volgende station is Aalten. Zo. Nou, laat ik nu eventjes niet bij bakbordje 6 gaan afremmen, want dan ging de volgende keer niet... Oh nee, wacht even, ik heb nu 4 bakken, hè. Ja, ik heb nu 4 bakken. Oké, dat mag. Met 4 bakken, dan kan dat. Nee, dat weet ik ook wel, maar die bovenleidingen waren helemaal naar boven gefotoshopt. Dat zag er op zich wel cool uit eigenlijk. Hey Rick van Til, goedemiddag. Welkom, leuk dat je er bent. Nou ja, we staan in ieder geval helemaal netjes op. Mooi. Wanneer ik bij Kako ga rijden? Heb ik ook echt geen idee. ik wil heel graag ooit Zandvoort, Amsterdam Centraal zien of andersom. Volgens mij heb ik daar nog wel een scenario van, dacht ik, maar dat weet ik niet meer zeker. Hey, welkom. Hey, Treinboy, ook goedemiddag. Als dit een echte dienst is, komt er nu een trein aan. Rood, ik denk dat Mark A. wel een van degenen is die de dienstregelingen op basis van realiteit doet. Dus ik denk ook dat deze tijden op basis van realiteit ook zijn. Yup, en daar is die. Precies zoals we hadden verwacht eigenlijk, toch? Wat ik trouwens wel even ga doen. Ik zet heel eventjes de boel hier op pauze. Want ik ben vergeten om een programmaatje te starten. En dat is voor de dode man. Waar staat hij ook alweer? Bureaublad. Bingo. Even kijken. Dan ga ik even die starten. En dan moet hij als het goed is hier staan. Nuppet enter. Ja, die klopt. Mooi. Oké. Zo, en dan doe ik even de dode man aan. Zo. Hij doet het. Dodeman hype.
Max Verstappen achteraan. Ja, dat had toch mee te maken dat hij een of andere... ja, voor mij had hij toch iets van een boete gekregen. Of een straf, omdat hij iets te vaak als auto gesloten was. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij zoiets. Dankzij Massa. Lol. En Crazy Carl, bedankt voor de follow en van harte welkom bij ons. Zo, wij mogen verder. 269, zo. Nou, laten we met deze trein vooruit gaan weer. Ik heb geld. Nou, Jappie, het is helemaal niet verplicht om te subscriben. Dus bij mij is het niet verplicht hoor. Het is alleen een soort van support teken, zeg maar. Dus het is nooit verplicht geweest en het zal bij mij ook nooit verplicht zijn eigenlijk. En vanavond doorgaan we de ronde bij Oranje. Oh, ik moet eerlijk zeggen, Kevin, dat ik Oranje niet op de voet volg. Even kijken. Die rijdt door een aanreding met Massa achteraan. Oh, was dat daarom? Oké, Gerber. Rick van het Hul, je mag niet te veel spammen met icoontjes. Oh, je doet het scenario ook rood. Kijk eens aan. Jappie, zoals ik al zei, je hoeft niet echt te bedelen of wat dan ook om mij te supporten. Het is geheel vrijwillig, nogmaals. Hey Jen, goedemiddag. Welkom. Die gaan het niet redden, weet ik voor. Ja, weet je. Nederland is op zich in meerdere dingen wel heel erg populair. En op zich ook wel goed. Ik bedoel, de hockey. Daar zijn we ook op zich qua Nederland best wel goed in. Als je naar het vrouwenteam kijkt dan. Herenteam weet ik niet zo heel zeer. Oh, serieus? Met de helft van het geld. En krijgen we ook het helft van het geld binnenkop lopen? en Nederland is ook wel heel goed met andere dingen. Maar met voetbal zijn ze alleen niet zo van die sterren, helaas. Ja, dat klopt inderdaad. Oh, subs krijgen volledig betaald. Ik wou net zeggen. Dat ook voor de helft van het geld. Ja, voor de mensen die het een beetje gemist hebben. Vorige week was ik nog bij Rupke aanwezig. Of die week daarvoor. Ik weet niet zo heel zeker meer. Maar het was ook een hele gezellige en geslaagde stream. Dus daar ben ik op zich wel heel erg blij mee. En ja... We hebben het nog niet over gehad om het er nog een keertje te doen, maar ik heb het in ieder geval heel erg gezellig gehad. Dus ik vond het hartstikke leuk. Dus ja, ik hoop ook dat jullie dat leuk vonden, dat ik een keertje bij Rob samen in de stream was. Zoek van dan natuurlijk. Was wel leuk. Rick van het Hul heeft de trein gemist om bij Bjorn in te stappen. Oei. Ik bewaar het voor kermis van 2018 als volgend jaar. Wat is er ook maar. Dat kan ook. Yep, zoek van de hype. Oh, dan moeten we drinken hè. Zoek van de... ik vind jouw farming gewoon lachen met jou erbij. Ja, Gerben, farming is, never gonna give you up. Uh-oh. Rickroll! Never gonna give you up. Welkom. Ja, Gerben, farming vind ik zelf ook heel erg leuk. Helemaal omdat het bij ons super druk is op werk. En, als je dan een beetje gaat lopen farmen met wat lui samen, dan is dat gewoon heerlijk rustgevend. En dat is gewoon hartstikke top. Ga eens een keer naar Rob Jansen. Rob wordt wel iets dichter bij mij in de buurt. ik wacht wel op een andere gelegenheid als we gewoon de volgende kans krijgen. waar kan je dit spel kopen? Jeffrey, dit spel koop je op Steam. 76 viewers volgens de chat en 230 onderaan. Blame Twitch. Ja, ik zeg al, Twitch is een beetje twitchy aan het. Twitch is een beetje twitchy aan het doen. Al de hele middag, volgens mij al. Maar goed, dit is natuurlijk misschien niet het enige record wat we hier hebben. Ook de route Het Oosten van Nederland is al zeker 538 keer gedownload. En still counting natuurlijk. En ook was ook een nieuwsitem op de RailSim site. Dus dat was wel heel erg mooi. Dat het al een beetje heel erg mooi nieuws was. Nou, dan gaan we toe. Oh, dan ging nu wel liggen zo. Top!
En dan de treinen van Crust Trains en overigens op treinpunt. Ja, klopt inderdaad. Heel station Doetinchem is veranderd. Klopt Rood, in deze route is station Doetinchem ook veranderd. Dus dat is hier in deze route ook helemaal aangepast door Daniel, dus op zich gaat het zeker goed. Maar alleen wat mij op zich verbaast is dat op Railsim ook de route te downloaden was. Vond ik op zich best wel stoer op zich. Ik bedoel, het komt niet vaak voor volgens mij dat je Nederlandse routes op Duitse forums kunt vinden. Dus ja, top Daniel, echt super tol. Dat hebben ze goed gemaakt! doe mij maar G2. Ja, weet je, uiteindelijk rijden ze allemaal 100, alleen de G2 ietsje sneller. Gisteren zag ik een filmpje van een nieuwe kampenlijntje. Oeh, daar gaan straks Flus over in rijden. Oeh. 60 hype. Nu 48 kijkers. Oh, volgens mij heeft Twitch de move een beetje op orde, denk je dan. Komt weer een beetje geloofwaardig over, of niet soms? Nou, even tegelijkertijd met de ATB afremmen. Dat gaat tot en na toe heel erg goed eigenlijk. Okay. Ik wil een flirt adopteren, serieus. Beantwoord mijn vraag eens. Even kijken. Kan ik je kunt abonneren op mijn YouTube. Dat is gratis, abonneren op YouTube. Vachseveld. Station Vachseveld. Dankjewel, Mark. En abonneren op Twitch, dat kost... Ja, dat kun je dus eigenlijk zelf weten wat je wil. Je kunt voor 5, 10 of 25 euro kun je subscriben op mijn Twitch. Mag je helemaal zelf weten. 49 mensen kijken en ze... Oké, nice. Goed bezig, Twitch. Toppers. Ik adopteer wel een SGM. Ja, dat gaat ook niet meer lang duren, of wel soms. Past de flut wel in je huis of tuin? Nou, ligt aan hoeveel bakken het zijn natuurlijk, hè? Eens even kijken. Rick van der Zul gisteren gekeken en het nieuwe station tussen Kampen en Zwolle is al bijna klaar. Maar moet ook wel, want in december moet het een nieuwe trein... Ja, klopt, dan komt Sintus er al, hè? Dus, ja, klopt. Nederland moet dat ook eens een belastingloper gooien en dat soort dingen. Altijd hetzelfde. Ik sloop het huis en ik zet de flirt op de... Ja, dat kan ook. Koop gewoon een stuk grond en zet daar de flirt op. Dat gaat prima. Oh jee. Eens even kijken. Oud materiaal gaat ook... Ja, inderdaad. Oud materiaal gaat ook uit, inderdaad. Green Iron Long, thanks for the follow and welcome to the livestream. Veel? Waarom? Oh! Serieus? Oh, sorry jongens, kreeg je een beetje koud? deur staat open. Ja, klopt, ik drukte op de verkeerde pedaal. In plaats van dat ik op het rechte pedaal krikte voor de... Door de man, drukte ik op het linker pedaal voor de deuren. De deuren zitten op mijn linker pedaal. Oeps. Meester 9292, u reed met de deuren open. Nee, ik ben nog niet in Aalten. Aalten zijn wel lang voorbij. We zijn Aalten en Varsseveld zijn voorbij. We zijn nu op weg naar Terborg momenteel. Bikkelen, hallo, ik had niks te doen. Ik dacht, wat kan ik doen? Ik zag jouw livestream en dacht, redding van mijn dag. Nou, welkom Bikkelen, leuk dat je er bent. En succes. En succes. Veel plezier bij de livestream. Never gonna give you up. Wat zal ik als lunch gaan eten? Een tosti. De 32 in 2018. 32 krijgen een revisie. Oh, serieus? Oh, jij bent nu in Aalten. Oh, kom op. Die zeggen ongeveer hetzelfde als wat ik denk. Een tosti met ham en kaas. Heerlijk. Echt heerlijk. In Arnhem mag je naar huis gaan en daar blijven. You are fired. Een 1992 team, we krijgen het, hè? Yup. Nou, weet je wat ik trouwens ook heel erg lekker vind?
En dat is eigenlijk op zich iets wat... ik kom inderdaad uit 1992 trouwens. Maar wat ook heel erg lekker is... mijn moeder had op zich altijd van die heel aparte combinaties... omtrent als het om eten gaat. Wat je ook kunt doen... Je pakt zeg maar bijvoorbeeld een wit of bruin broodje. Maakt niet uit. En je doet een beetje boter in de pan. Dat laat je dan volgens helemaal smelten en zo. Dan leg je je broodje leg je dan in die boter. En dat draai je dan goed doorheen aan beide kanten. Vervolgens doe je een beetje aromaat aan beide kanten van het brood. Dus aromaat aan beide kanten van het brood. Dat laat je ook een keer een beetje allemaal goed aan alle kanten erin trekken. En dan eet je dat op. Oh, dat is zo ontzettend lekker. Geloof me jongens, dat is zo ontzettend lekker. Dat zou ik jullie echt aan willen raden. Oh. Dat is beter. Dus dat is op zich heel erg lekker. En je kunt ook een krentenbol nemen met hagelslag. Dat is echt ook heerlijk. Krentenbol met hagelslag. En met toekomst met boter ertussen natuurlijk. En koekjes €2,90. Oh kijk, de viewers die vonden hem een beetje aangepast. Nice, we zitten op 55, dat geloof ik inderdaad wel. Nee, niet met pindakaas nagelslag, maar gewoon een pindakaas met roomboter en dan een beetje hagelslag tussen. Heerlijk. En dan heb je nog een broodje met een bananenhagelslag, is ook heel erg lekker. Gewoon een broodje bananenhagelslag. Je kunt ook wat suiker op je pindakaas doen, want als je namelijk suiker op je pindakaas doet, dan... dan plakt het namelijk niet zo aan je gehemelte. Dan eet dat wat fijner. Had je even niet kunnen zeggen dat je van de winterweek vertrok? Dan kon ik vanaf Arnhem via Utrecht. Ja, helaas. Sorry, Energetic Shadow. ik krijg honger. Ja, sorry Gerber. Ik zal even ophalen. Het is niet eens Farming Simulator dag, hè? En we praten nu al over eten. Welkom bij de live kookshow van Bliefjes. Inderdaad. Zo, eventjes vast gaan remmen. Jen, ik ben bang dat ik jouw vraag gemist heb. Nee, het is niet een farming vraag op Jansen, moet je nagaan. Suiker op je pindakaas. Ja, yep, dan blijft er niet zo plak aan je gehemelte. Dat is op zich een aanrader hoor. Hey Giel, goedemiddag. Ergens langs de route wordt er gefarmd. Overal. Er wordt overal gefarmd. Sowieso. Mijn vader heeft een pindakaas met jam. Ja, dat kan allemaal toch? Zo. Jij gaat chips eten. Is ook wel lekker toch? Het volgende station is Terborg. Station Terborg. Dankjewel Mark. mijn vraag was of je een livestream met me kon doen. Goeie vraag, Jen. Ik doe niet zomaar livestreams met kijkers. Ik doe alleen tot nu toe een livestream samen met Rupke en met Rob Jansen. En natuurlijk X-Shooter. En alle anderen die erbij zitten. Zo, nog wat zijn de plaatsen en dan is Den Bosch zo goed als af. Nice, Jorn. Ik heb inderdaad gezien dat je bezig bent met... met hoe heet dat stukje? Wat is dat? Een stukje Den Bosch. Nou, nog wat eens. Ik weet niet meer zo goed welk stukje dat was. Oh, ik weet de route niet meer. Wat erg. Oh. Die bestaat ook nog, inderdaad. Wil je dadelijk van Utrecht... Oh ja, Den Bosch Utrecht, inderdaad. Utrecht Weesp met de SLT in de sneeuw. Oeh, bikkelen. Dat is op het Gooi Centraal. Die heb ik al heel erg lang niet meer gespeeld. Echt heel lang niet meer. Oh jee, kaartjes worden weer gecontroleerd zoals altijd. Als ik pannenkoeken eet, dan doe ik er pindakaas op. Ik zal je zeggen, ik lust niet eens naturel pannenkoeken. De enige pannenkoeken die ik lust... Dat zijn kaaspannenkoeken. En het is gewoon pannenkoeken en dan doe je gewoon een plak kaas erbovenop. Heerlijk. Yup, pannenkoeken met kaas. Echt heerlijk. Echt heerlijk is dat. Maar je wordt er wel heel snel vol van. Die rijdt niet tussen Winterweek en Arnhem.
Pannenkoeken met kaas zijn lekker. En spek. Bacon. Oh ja, dat doe ik ook wel inderdaad. Bacon, heerlijk. Oh. Zo. Is lekker hoor, met pindakaas. Bacon, ja, dat is prima te doen hoor, heerlijk. Pannenkoek met bacon. Voor het tarief uit de overname was het terrein van Lens. Dat klopt inderdaad. Jij doet meestal Geofs. Wat is Geofs? Nu moet je in een zwartrijk coupé zitten. Waar is dat? Dat ja. Gaanderen. Station Gaanderen. Gaanderen. Station Gaanderen. Hey Tim. Ja, dat heb ik inderdaad gelezen, Dutch Dog Gamers. Die is inderdaad een beetje in de flik gevlogen inderdaad. Goeiedag hé. Zo. Ik weet een goed antwoord op de vraag, kan ik in je livestream komen? Gewoon zeggen als je Rupker sub bent en dan en ervaring in samen bent, dat je in de stream kan komen. Oh, nou. Nah. Een echte Limburger die omroepen. Gaanderen. Zometeen komen we langs de Graafschap. Dat klopt inderdaad. Dat is bij Doetinchem. Dacht ik zelfs. En daar is voor mij nog een voetbalwedstrijd geweest van het Nederlandse voetballenelftal van de vrouwen, dacht ik. Die overigens wel kampioen zijn geworden. ik weet niet of Mark Haan Limburg is. Ik heb geen idee eigenlijk. Hoe lang moeten we hier staan? Oh, nog eventjes. Hey Locomotor, goedemiddag en welkom. Het is door het andere zootje ongeregeld. Ongeregeld. Huppakee. 120. Hey, sneller, eindelijk. Je bent te vroeg gestopt. Wacht even, kunnen we te vroeg rijden? Ik wist niet dat we te vroeg konden rijden, eerlijk gezegd. Nou ja, maakt niet uit. Dat is top. Beantwoord mijn vraag nog eens. Jen, kan ik ook de omroepen van stations op jouw lijn doen? Jen, dat kan iedereen wel eigenlijk. Alleen dan moet je, ja, ook qua afstand, lol. Alleen dan moet je dat in een scenario verwerken. Iedereen kan het, maar je moet het wel in een scenario verwerken. En Jen, overigens, ik heb niet altijd... als ik de chat in de gaten hou, zie ik niet altijd iedereen commentaar geven. Dus als ik je oversla, is het niet omdat ik jou negeer of wat dan ook. Maar is het gewoon omdat ik het over het hoofd zie. Zoals ik bij anderen waarschijnlijk ook wel doe. Terug naar 100. Oké, bedankt voor dit leuke stukje 120. Waar ik echt geen ruk aan heb gehad tot nu toe, maar toch bedankt. Zie ik daar goed Bjorn in DM90? Ja, zeker Locomotor, want dit is een mooie DM90. In de sneeuw. Ga schrijf. Goed zo. Was ik eindelijk blij dat we 120 mocht rijden. Komt u niet aan met 100? Ja. Er is sneeuw om ons heen, laten we het zo zeggen. Hier is overal sneeuw. Kijk, sneeuw.
Dat je niet zo intuïtief moet. Ja, klopt. Lua's script is inderdaad best wel moeilijk. Rem. Dank u. Oepsie. Alleen jammer dat de DM90 niet zo snel is met optrekken. Nee, dat klopt. Die zijn daar wel bijzonder langzaam. En nu mogen we wel weer 120. Of we weten die trein ook niet zo goed of te vullen, wel soms. En nu weer 100. Wat is het nou eigenlijk, jongens? Leonard is live. Nice. Ja, dat is nou echt gesaboteerd, ja. Nou, laten we even remmen. Van 0 naar 100 in 4 minuten, inderdaad. Ik wil gewoon een keer 120 rijden. Ik mag hier niet echt 120 rijden. Dat is een super korte afstand. Dat ding heeft niet tegen de motor te trekken in 105. Nee, deze mogen overslaan. Die mogen overslaan, dat is Het volgende station is, Doetinchem. Station Doetinchem. Het was een leuke stream in een fijne middag. Iets smakelijk is goed, Reginald. Bedankt dat je aanwezig was en uiteraard tot de volgende keer. Zo. Doen we prima. Past er prima op bij bakbootje 4. Niks op tegen. Ja, de snelheden die flikkeren een beetje heen en weer. Nou ja. Rob Jansen zijn plek als... Ja. Hey, Flying Scotsman, welkom. En good afternoon. Good day to you, sir. Heb je geen interval op deze ruitwissers? Jawel. Spot de Aki. Wat? Aha! Gevonden. Wat doet hij hier? Wat doet dat ding hier? Waarom staat hier een Aki? Jongens, wat doet die Aki nou weer hier eigenlijk? Waarom staat hij hier in het echt ook? Ik vraag me echt af, staat hij ook dat weg in het echt ook dan? Oh, mijn deuren zijn dicht. Laat ons gaan rijden. Wat doet hij daar? Knipperen. Eens. Nee, Daniel, ik had net in het... In het scenario, toen ik uit, waar reed ik uit? Ik reed van Gaanderen naar Doetinchem en ik mocht een stukje 120. Toen was het weer 100, toen was het weer 120 en toen was het weer 100. Dus uiteindelijk heb ik niet 120 kunnen rijden. Oh, die is voor het museum. Oké. Het openbaar vervoermuseum staat daar. Ah, dan is het te verklaren. Knap preview scenario had je trouwens gemaakt met die scripts, Daniel. Oh ja, dat was zeker nice. Oké, Daniel, kan. Ja, ik zeg het alleen even. Ik weet ook niet wat er aan de hand was. Ik kreeg eerst 120, toen ging die terug naar 100. Toen mocht ik weer een paar seconden 120 en toen was het weer 100. Dus, maar ja, voor de rest, hartstikke mooie route natuurlijk.
En we komen zo meteen aan op station Doetinchem de Huut, als het goed is. Voor het scenario inderdaad, voor Remco inderdaad. Remco heeft inderdaad een mooi scenario in elkaar gezet. En dit scenario is van Mark. Doetinchem de Huut. Station Doetinchem de Huut. Is goed, Jappie Nijboer. Flying Scotsman, this is the East from Netherlands. It's a route from Winterswijk to Arnhem, which is good for, I guess, an hour of pleasure. So yeah. Ik heb Lurescript aan het leren, maar in de tussentijd houd ik erbij de soundmarkers van Chef. Ja, dat kan allemaal. En natuurlijk Shadow, het is allemaal even makkelijk. Oh, je hebt net die A-keer gezien op Google Maps, ja, dit door gamers. Nice. Dan staat het dus echt, neem ik aan. Dat hij, ja, dan moet die Aki er gewoon echt staan. Ook al vind ik het een beetje vreemd, maar goed. We zijn in Nederweert aangekomen. Zit je in de bus dan, Hans? Of... Hey Pebask. Langer dan een uur, denk aan vrachtscenario's waar je achter een stoptrein van Arriva moet sukkelen. Oh, dat is leuk. Dat is altijd leuk natuurlijk. Can you increase the wiper speed? Pebask, I can increase the wiper speed if I want. I have it on interval right now. This is the second mode. And you have a third mode, which is very fast. But I keep it on interval because it's not raining that hard. So that's why. Zullen we allemaal een GG geven voor Daniel voor deze prachtige route? Dat doe ik op het einde wel. We moeten toch wel het einde helemaal zien, denk ik. Oh. De ruitenwissers zijn nog te snel. Ja, eigenlijk wel, maar je kunt ze wel langzaam zetten volgens mij. Dacht ik, maar ik moet zo even een knopje zoeken, denk ik. Ik zou die van Chef niet gebruiken. Kan beter wachten tot de standaard voor, anders moeten mensen weer extra dingen. Ja, oké. Okay. Volgende station is. A2, please. Zo. Alle gezeur om niks. Je kunt het ook aanpassen. Oh, met knop 05. Ik zal zo even kijken.
firmware? Waar? Oh, de vraag die moet toch met de firmware gereden. En dan FIFA 22, bedankt voor de follow en welkom. Nice. Even kijken, knopje 1 tot met 5. Oh, daar! Kachak. Zo, super langzaam. En wij rijden weer door. Hebben we trouwens hier wel een aankondiging? Hebben we hier wel een omroep gehad of niet? Ik kan me niet herinneren dat we hier een omroep hebben gehad op station... Waar is dit? Dit is station Veel. Hebben we hier een omroep gehad? Nee. Oké. What route? P-West is east from the east from Netherlands. We zijn al 50 minuten aan het rijden. Dat kan wel kloppen, inderdaad, Rood. Dan weet ik alleen niet of P-West nou Engels is of Nederlands. Oh, ik kwam door de ATB. Oké. Een schema? Nee, en daar heb ik het nog niet helemaal over nagedacht eigenlijk. Gezien ik pas net een beetje into de Twitch kom en dat soort dingen. Als ik dat ga doen, moet ik dan een keer echt de tijd voor nemen of wat dan ook. Maar, oh. Maar tot nu toe nog niet. I understand Dutch. I'm German. But live in the UK. Oké. Okay. Dus je begrijpt Nederlands. Du bist ein Deutscher. And you are living in the UK. Oké. Okay. Nou, dat is... een klein beetje... weird. Oh ja, dat zijn die icoontjes van Matt volgens mij. Of niet, Rob Jansen. But you prefer English. Well, Nederlands en Engels kan in de chat. Dutch and English are allowed in chat. And sometimes I will allow German. Ein bisschen komisch. Ja. Zeer komisch. Ik zeg niet dat het moet, maar ik vind het duidelijk gewoon voor de show of voor het scenario. Ah, zo op die manier. Ja, misschien dat ik dat met Train Simulator alleen wel kan doen. Dat ik een soort van planning kan maken of zo. Misschien. Moet ik even kijken. Interessante combinatie, inderdaad. Jij komt nu Terborg binnen. Die Duitse, immer goed, jawohl. Wij zijn nu op weg naar Didam. Vindt dat spontane kiezen ook wel leuk? Ja, ik ook wel, je hebt een raam. Ik zal wel kijken wat ik doe. Ik zal er eens over nadenken. Ik ga natuurlijk niks beloven. We zien vanzelf al een keer. Ja, dan weet je inderdaad niet wat er komt. Dat is altijd een verrassing. Ik kan zomaar zeggen dat we hierna met een film gaan rijden. Misschien subs laten zien. the only German words I can speak. Das ist gut, ja. En nee, David, jij bent niet enig. Je vergeet John, hè? Ja, oké, okay, die moet aanwezig zijn, maar je hebt natuurlijk John ook nog, hè? Je was vergeten de deur erop te doen. Oeps. Kan gebeuren. Heb je de 1274 van Dutch Classics? Dat is een goede vraag. Ik heb zoveel treinen. Didam, station Didam. Dus ik ban David en dan kies ik heel de tijd de ICM. Gezellig wordt dat. Welke dam? Ja, die dam.
Je kunt beter vragen... Oh, de 1200. Ja, die heb ik volgens mij wel, de 1200, dacht ik. Zo, even de deur open. Dan zal ik even snel mijn... Dan ga ik even snel mijn neus snuiten namelijk. Hebben we dat ook weer gehad. En de doorman op tijd gered. Nice. Staat die trein hiernaast wel goed eigenlijk? Ja, die staat goed. Oké, nice. Ja, na 7 na komt inderdaad het nieuwe stukje inderdaad. Dat is correct. Hey Davy, goedemiddag. Die Hard Game. Dit is het oosten van Nederland waar we momenteel op rijden. Dubbel fluitje, inderdaad. Dan komt dat de deur en been daar gelijk open gingen met elkaar. Daarom heb je dubbel, dubbel geluid eigenlijk. Ja, klopt. Wat Koploper zegt. Zijn we te vroeg aangekomen hier? Voor mij wel. Jij zat vandaag ook in de trein. Kijk eens aan, netjes. In Zevenaar zul je waarschijnlijk even moeten wachten op een goed vertraagde ICE naar Amsterdam. Damn it. Moet ik altijd wachten op de Duitsers. Welke van de zoveel? Lol. ICE hype! Inderdaad. Maar we zien wel wanneer we hem tegenkomen. Waarom mogen jullie maar 80? Oh, we mogen al zometeen 100. Wat noemen ze goed vertraagd? Ik heb geen idee, Gerben. Zou dat nou 5 minuten zijn of toch 20? Er is altijd een ICE vertraagd in Nederland. Ja. Hopelijk ziet het liefst de ICE niet over het hoofd. Dat was toen toch bij de livestream van Rob. Die was zo druk met zijn mooie repaint die hij gemaakt had, dat het ICE helemaal over het hoofd had gezien. Kees, nogmaals, dit is Oost-Nederland. En de Larissie, goedemiddag. In Duitsland rennen de ICE's met standaard 20 minuten vertraging. Daar zou ik echt niet willen zitten hoor. Stuk voor stuk allemaal, nou, daar wil je echt niet in zitten. Als je dan op tijd wil komen, kun je beter de ICE van een half uurtje vroeger pakken. Dan weet je zeker dat je op tijd bent. P. Bask. This route is going from Winterswijk to Arnhem. It's driving fun for 1 hour. Or 70 minutes. I guess. De ICE rijdt op veel plaatsen maar 1 keer per uur. Meestal minder. Kun je beter een uurtje vroeger nemen dan. Goeiedag zeg. Nee, T komt inderdaad niet in Nederland. Er zit geen ATB in. Er zit geen beveiligingsdingen in. Dus hij komt inderdaad niet in. Ja, alles goed, Larici. Mooi. Nogmaals, welkom. Meestal gecombineerd met een andere dienst. 1 uur Hamburg, de andere uur naar Berlijn bijvoorbeeld. Oh, op die manier. Ja, dan heb je dat inderdaad. Even kijken. Nou, kom zo meteen in Zevenaar. Broken Consist kan je links laten liggen.
gewoon de valmelding die we moeten negeren, denk ik dan. Donderdag ben ik met een dagkaart weg geweest in de trein. Eerst naar Utrecht, Almere, Amsterdam, Rotterdam. Oh. Ik wou het even voorlezen, maar toen is negen de tekst weg. Volgende station is 7. Moet een half uur wachten 7. Op de overstap in Zaandam. Bah, dat is ook niet fijn. En ik heb de omroep gehoord deze keer. Yes, Pierbas. This is the Buffel. Or a.k.a. DM90. DM90. Oh, dus bakbotje 6. Lol. Oké, okay, nou ja, daar doe ik het ook voor. Zo. Doen we de motor even uit hier, gezien we toch moeten wachten op een vertraagde goederentrein. Eens eventjes kijken. Oké, het was Utrecht, Almere, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en richting huis. Netjes. Leuk stukje. Waar kan je die hut installeren? Nou, bij het linkje wat inderdaad door Rupke gegeven is. Is de watloper the same as the DM90? No, they're not the same. They're two different trains. De watloper is already out of service for a long time. And the DM90 is still in service, but not for long. Wat de hel? Dat klonk meer als een soort van stoomlocomotief, maar het gaat ermee door. Ik heb de ICE niet gemist. Where are you from in the Netherlands? I come, I live in Hengelo. It's near to Enschede. Wat hoor ik toch elke keer? Dat zware... Nou ja. Start van de motor even. Zo. Even kijken hoor. Ik wou zeggen, de DM90 rijdt ook niet lang meer. Nee, klopt Gerben, niet heel lang meer. Waarom staat Hart van Nederland niet meer op treinpunt? Weet ik niet, Jouke. Wat is er veranderd in de Remus V2 pack? Dat is iets dat je inderdaad aan Rob moet vragen. Ja, nu gaan we bijna een nieuw stukje op inderdaad. Hengelen Overijssel of Gelderland? Overijssel. Wat is het nou, ATB? Wat is het nou? Jezus. Make up your mind. Ting, ting, ting. Ik heb gisteren een DLC van Hamburg gekocht voor Omzie. Oh, nice. Het is wel een mooie route, vind ik hoor, Davy. Eens even kijken, hebben we hier... 40 frames. Oh, ik zweer ATB nog één keer, hè. Tussen 18 klaar met DM90. Misschien dat uiteindelijk nog een aantal stellen blijven rijden op Zwolle Groningen totdat de stroomvoorziening in orde is. Verder hebben ze geen werk meer. Nope, ze staan allemaal lekker in Nijmegen. 40 fps hier. Hengelo Gelderland is niet zo groot. Nee. Maar ik mag optrekken naar 130, maar... Of die trein dat gaat halen, dat is weer een ander verhaal. Weet iemand wanneer de nieuwe versie van Zuidwest-Nederland uitkomt? Ik wil naar Breda rijden. Ik heb geen idee, Jelke. Dat is aan Jeroen. De verlichting aan de linkerkant is in het donker, aan de ene kant groen en aan de andere kant paars. Ona. Oh,
Het is Wouter.nl, bedankt voor de follow en welkom. Volgens mij klaart het al een beetje op, of niet soms? Oh, is Zuidwest Nederland niet meer gekomen in die comment? Even tijd om te gaan remmen nu. Duiven. Station Duiven. Station Duiven. Volgens mij gaat de DM9 in 2018 afgekeurd worden met de vlucht 3 tussen Zwolle en Enschede. Zwolle en Enschede, dus DocGamers, wordt in december al opgeleverd aan Sintus. Maarten Bloks, bedankt voor de follow en welkom. Of de 2D-map kan laten zien. Ja hoor, momentje. Zodra we hier stilstaan, kan ik wel even die map laten zien. Deur openen. Even kijken, de 2D-map. Dit is de 2D-map. Hier ligt dus Winterswijk. Nou, een stukje Winterswijk West hier nog. En dan hebben we hier nog het spul van Zevenaar. Tot aan dat. En dan is dit. We hebben hier ook een station. Arnhem Persik Haar. En dit is Arnhem Goederen. En hier nog Arnhem Berg. En dan is dit een stukje richting Nijmegen en dit een stukje richting Eerde-Wageningen. Hoe doe je die treinmap bij opgenomen wat wij in de game weer rijdt? Jouke, dat is wat Rob Jansen ook heeft. Dat is een tool is dat. Leeuwarden Zwolle is nog... ja. Je hebt wel het kampenlijntje, die is wel uit. Volgende stop, Arnhem-Velpoort. Je hoeft dus niet te stoppen in Westervoort. Oké. Okay. Ik dacht dat hier nog iets... Oké, okay, duidelijk. Dan stoppen we daar niet. Want er ligt normaal gesproken een station tussen. Nou, een beetje rustig oprijden dan. Dus even kijken. Dank u. Ik was een beetje te ongeduldig. Ik stond niet dichtbij genoeg schijnbaar. Ik zag laatst een stukje op RTV Oost. Ja, dan kun je dat wel wat vinden, Dutch Dog Gamers. Daar, station Duiven. Wat is je favoriete trein? Dat wordt me heel vaak gevraagd en continu vooral mijn antwoord maar weer. Oh, alleen brengst op een Velperpoort. Oké. Okay. Ja, wat heb ik ook weer als favoriete trein? Ja, die vluchttrein is wel erg fijn om te rijden, hè? Dat vind ik wel. Arriva en brengst stoppen overal. Oké, okay, nou. Behalve deze. Oh nee, Sintus. Sintus, die wil nog een keer langs inscheuren. Ik herinner je oude intro nog als de dag van gisteren. Oh jee, Wouter. Ben benieuwd welke intro jij dan herinnert. What route after this? Pibask, after this route we will go to south... The southwest of the Netherlands. Scenario from Koppel op Mouw.
Oh jee, nu hoor ik mijn naam steeds. Oh ja, dat klopt inderdaad. Maar dat komt van het is, ja, het is Wouter NL, die heeft dezelfde naam als jou. Zo. Is goed, Rood. Fijne middag. Bij Arnhem Goederen staat het goed als een ICM 0. Ja, voor mij die allereerste ook niet, dus de Zorgamers. Echt de allereerste. P-Bus is a surprise, you will see. Ga vanavond naar de kermis, helaas de laatste dag van vandaag. Maar ze sluiten af met vuurwerk. Dat is altijd wel nice, hè? Oh, staat op Utrecht? Lol. Is hij al gesloopt, ja? Dat is wel jammer. Hey Woutje. Oeh, cargo. Dat is inderdaad heel erg lang geleden, het is Wouter. Dat is heel erg lang geleden. We rijden nu vlak voor Arnhem, Timmy. Very nice bridge indeed. Alleen benieuwd waarom we hier moeten stoppen eigenlijk. Damn it! Elke keer weer. Ja, links mogen niet zonder toestemming geplaatst worden, inderdaad. Woensdag mijn roze ophalen voor school. Oh, jeetje. Ja, dat was inderdaad mijn allereerste video, inderdaad. Feed the Beast. Speel ik nog best wel Minecraft. Even een update over truckerrun. We zijn gefinished. Nice. Op Amersfoort Bokken Duinen stond een middenbaks, maar die sloopt dit jaar. Oké. Okay. Wat is het nou eigenlijk? Goeiedag zeg. Oh, MP3000. Nice. Eens even kijken, waar staat het station eigenlijk? Oh, daar. Ergens. In die bocht. Goede opleiding gekozen. Indeed. Nou, we komen te laat. Zie ik er wel. We komen te laat aan in Arnhem-Velperpoort. Nou ja, deels te blamen aan het bugset wat we net hebben gehad eigenlijk. Echt hadden dat Royce helemaal niet moeten hebben volgens mij. Arnhem-Velperpoort. Station Arnhem-Velperpoort. Ja, inderdaad. En bedankt voor de omroep. ATB, make up your mind.
gewoon op zo'n duistere trein is het noodrem. Hoppakee. Ietsje verder doorzetten, anders kunnen de aan de achterkant de mensen er niet uit. Zo. Hoppakee. Wel goede inzet nodig, anders word je... ja, dat heb je vaak op opleidingen. Kan we wat hebben? Dinsdag wel rondleiding op Rotterdam Centraal gaat. Oeh, nice. Ja, vlak voor... dat was vlak na de brug was dat. Toen stond er een sein op rood. En ben ik netjes gestopt voor dat rode sein natuurlijk. Maar ja, helaas. Dat rode sein bleek een bug sein te zijn. Dus die stond voor een nop op rood. Dus dat was op zich wel jammer eigenlijk. Zo. Voor mij is dit ook niet goed gekeurd denk ik dan toch? Nope, kruisje. Helaas. Rip scenario. Ah, maandag beginnen met lessen. Dat is nooit verkeerd, Woutje. Hij is wel approved. Bingo. Weet je wanneer heel Nederland vastloopt maandag? Nee, geen idee. Ik weet wel dat heel Nederland, dat het noorden van Nederland, dat het morgen naar de vakantie weer voorbij is. Dus dat mensen in het noorden van Nederland ook weer moeten naar school moeten. Goedemorgen, helaas. Dames en heren. Het volgende station is Arnhem. Hier kunt u overstappen voor treinen in de richting van Ede-Wageningen, Utrecht, Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Zutphen. Arnhem is tevens het eindpunt van deze trein. U wordt alle verzocht de trein hier te verlaten en aan uw bagage te denken. Dames en heren, station sorry, Arnhem, Daniel. Eindpunt van deze trein. Ik zou even ophouden met toestemming te vragen, oké? Alleen na de brug moest dat echt wel, want er stond een sein na de brug en die gaf rood aan en die moest ik toch echt wel tappen, anders hadden we er nu nog steeds gestaan. Met de D90 komen we Arnhem binnen. Nice. Met de D90 is de vertraging er zo uitgereden. Aha. Geloof je het zelf? Zo. Hoppatee. Volgens mij hoef je hier nou niks meer te doen, hè? Nee, hier hoef je niks meer te doen. Maar ja. Ja, ik weet ook niet waarom ik er wel last van heb gehad. Misschien een pechscenario of zo. Gooi even een stukje pech. Even kijken. De motor doen we eruit. Zo. Alles uit. Welkom in Arnhem. Veilig aangekomen op je eindbestemming. Bedankt voor de rit en tot de volgende keer. Een collega neemt deze trein weer mee naar Winterswijk om 4:10. Geniet van je pauze. Scenario door Mark A. Nou, bedankt Mark voor je mooie scenario.